Welkom bij deze instructievideo animaties in Neversworks 2. In deze video wil ik een schuifdeur automatisch open laten gaan. Ook hiervoor ga ik weer de animator en de scripter gebruiken. De deuren moeten zo gemodelleerd zijn dat ze losse deuren worden in Neversworks. Hiervoor kan je in Revit bijvoorbeeld de functie shared gebruiken voor families. Hier is de deur een los element. Ik ga hier een nieuwe animatie maken. Ik klik op het plusje om een nieuwe scène toe te voegen. Ik heb hier de deur geselecteerd. Deze wil ik laten schuiven, dus die ga ik toevoegen aan de scène. Add animation set from current selection. En dit is de deur A19. In de vorige video heb ik laten zien hoe je een deur kan laten draaien. In dit geval wil ik hem laten schuiven. Nu gebruik ik dus niet de Rotate, maar ga ik de Translate Animation Set gebruiken. Ik krijg hier mijn object om de deur te laten schuiven. Ik ga eerst een keyframe vastleggen. Die schuift naar rechts open, achter de andere deur. De deur gaat er 3 seconden over doen om open te gaan. Ik schuif de deur nu open. Die schuift naar rechts open achter de andere deur. En op dit moment leg ik op 3 seconden weer een keyframe vast. Vervolgens moet de deur ook weer terug kunnen schuiven. Dit doe ik door in de klomp PP op de checkbox te klikken. Ik spoel de animatie weer naar het begin. En ik klik op play om te zien of de deur goed open en dicht schuift. Dit is gelukt, nu moet ik er nog voor zorgen dat de deur automatisch open gaat als je bij de deur komt. Ik schakel nu over. Als ik in een straal van 15 in de scripter ga ik de beweging vastleggen. Ik klik hier op Add New Script. En dit is A19. Open. Ik ga een conditie vastleggen. Dat is on hotspot. Entering hotspot. Waarin begint de hotspot? Hier bij de deur. Daar. Als ik in een straal van 1500 mm kom. Wat moet er gebeuren? Play animatie. Van de schuifdeuren. A19. Start. Tot specifieke tijd. Die had ik gezet op 3 seconden. En daar moet hij pauzeren. Vervolgens moet de deur ook weer dicht. Ik voeg een nieuw script toe. Dat is A19 dicht. De conditie. Ik pak weer de positie. De straal is 1500. In dit geval in leaving. Ook daar komt weer een animatie bij. En dit is de animatie A19 vanaf de. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. De walk modus. En dan kan ik kijken of het script werkt. Ik kom bij de deur en deze schuift keurig open. En ik kan er doorheen. Ik ga om kijken of die weer dicht gaat. Oh, daar ging die al. En dicht is de deur. Op deze manier is het dus mogelijk om animatie aan je project toe te voegen.